perfecte opwarmer voor de wedstrijd zondag in de Kuip. Het Ajax van John Heitinga nog altijd zonder puntenverlies na de eerste 5 wedstrijden. En ook Feyenoord verloor nog niet. Speelde wel 1 keer gelijk, maar dus nog zonder nederlaag. En dus kan dit met recht een topper worden genoemd. Waar wedstrijden tussen Ajax onder 19 en Feyenoord onder 19 natuurlijk altijd topwedstrijden zijn. Een prachtige sfeer op het hoofdveld van de toekomst. Bakker heeft nu wat ruimte. Van der Kust moet in de achtervolging. Het spel gaat verder. Pasquali. Pereira voor het eerst. Danilo Pereira van ver. Het is het eerste schot van de wedstrijd. Het is redelijk ongevaarlijk. Hila Tupa. Bovenop de lat. John Heitinga verloor als speler nooit een klassieker. 8 stuks in totaal. Dit is zijn eerste als trainer. Pasquali. Bakker. Handig, huigen kwijt. Bakker dan de voorzet. En een strafschop. Lange Doen legt hem op de stip. Rijt is te laat. Haalt Bakker naar de grond. En in de 42e minuut gaat de bal op de stip. En kan Danilo Pereira Ajax op voorsprong schieten. Pereira vanaf 11 meter en raak. Nummer 6 voor de Braziliaan. En Ajax op voorsprong in de mini-klassieker. En natuurlijk wordt het feest gevierd met het publiek. Kemper. Malatia. Malatia van ver. En met moeite El Match. Hila Tupa. Goed weggelopen. Hila Tupa de voorzet. Ekkelenkamp en 2-0. Prachtige aanval van Ajax onder 19. Zo staan de topscorers van Ajax onder 19 alweer op het scorebord. Want ook Jurgen Ekkelenkamp maakt nummer 6 van het seizoen. Een prachtige aanval. De steekpaas op Hila Tupa. En het inlopen van Jurgen Ekkelenkamp. En zo gaat Ajax straks rusten met een comfortabele 2-0 voorsprong. Of wordt hier nog 2-1 gemaakt? Nee, dat voorkomt El Match. Uitstekende redding van de doelman. Botman glijdt weg. Maar heeft hem toch. En Nunnely staat op scherp. Nunnely toch weer buitenom. De voorzet Ekkelenkamp. Pereira aanname niet goed. Ekkelenkamp en dan toch 3-0. De makers van de 1-0 en 2-0 combineren nu samen naar de 3-0. Is het misschien niet helemaal de bedoeling van Pereira. Maar zet die Ekkelenkamp oog in oog met Van Leeuwen. En maakt de middenvelder zijn tweede in deze wedstrijd. Hila Tupa, Hila Tupa, Hila Tupa in het zijnet. Schatte die bal het beste in. Kukcu vangt op en Burger schiet de bal op de handen van El Match. Jensen, komt er nog een slotakkoord. Hila Tupa geeft voor en daar is het slotakkoord. Brian Brobby loopt de 4-0 binnen.
Ajax onder 19. Feyenoord onder 19. 4-0. En dan is het ook meteen afgelopen. Ajax onder 19 geeft het goede voorbeeld aan Ajax 1. En het verslaat hier op een druk en sfeervol de toekomst. Feyenoord met 4-0. Prachtige zegen van Ajax onder 19 op de rivaal uit Rotterdam. En het blijft zonder puntenverlies in de competitie.